De VRIJMIBO is begonnen en dat doen we met ook Marjolein Koopma natuurlijk, die nog steeds hier zit. Maar ook met Peter Beense. Peter Beense aangeschoven. Ja. Peter Beense. Ja, goedemiddag. Leuk dat je er bent. Dankjewel. De beste wensen natuurlijk ook namens ons. De beste wensen ook voor de luisteraars. Gelukkig nieuwjaar, zeker. Dankjewel. Zeker weten. Peter, geloof jij een beetje in mediums, in astrologie, in voorspellingen, horoscopen? Ik sta er wel voor open. Ik bedoel, het is niet zo dat ik er blindelings in geloof, maar ik sta er wel voor open. Ik ben altijd wel benieuwd wat daar voor achter schuilt en of dat een gedeelte is wat wel uitkomt, zeg maar. Nou ja, kijk, Marjolein... Misschien... Je zit al geconcentreerd te kijken, dat zie ik al. Zag van, oh. Ja, exact, dat zie ik, ja zeker. Ja. Marjolein is psychic reader, zoals je zegt. Ja. Zie jij iets, want jij zag natuurlijk bij Han dat hij iets met sport heeft. Ja, Peter zou iets met zingen hebben, denk ik. Ja, dat denk ik wel. Ja, maar dat heb ik al gehoord. Ik heb ook iets met sport, hoor. Deur van Dam en zo. Ja, dat is meer de denksport, hè? En puzzeltjes. Ja. Passieve sport. Maar zie je iets aan Peter? Nou ja, ik voel dan vooral ook de uitlaatklep is bij jou ook het zingen. Je bent de spreker, de zinger. En eigenlijk het spreken voel ik dan wat moeizamer. Je bent meer vanuit het zingen kan jij eigenlijk je emoties en alles eigenlijk naar voren brengen. Dat kan je denk ik wel plaatsen, hè? Ja, je bent, als ik je dan zie als klein jongetje... Ik ben nu de grote jongen natuurlijk, maar ik zie je echt als klein jongetje. Daar kon je jezelf nog wel eens wat terugzetten. Heb je het gevoel gehad dat je soms wat eenzaam was? En hoef je verder niet op in te gaan, maar je kan jezelf wel, eens alleen voelen. Eenzaam is misschien een groot woord, maar alleen... en vooral ook het alleen kunnen zijn, dat heb jij heel sterk. Oh, nou ja, ik heb eigenlijk altijd met vrienden en alles opgetrokken. Dus ik was nooit echt alleen. Nee, maar in je gevoel kon je vroeger wel alleen zijn. Want je komt wel uit een groter gezin? Nee, ik had één broertje. Maar we zaten wel in een familiebuurt waar iedereen... Oké, dus waar iedereen bij elkaar en jullie kon ook binnenlopen, ja, hè? Ja. Is jouw vader al overleden? Nee. Wie is die man die zo naast jou stond? Is dat wel een familielid? Een dierbaar familielid? En is dat een broer dan? Of is het iemand die heel dicht bij jou stond? En als ik het dan heb over een goede vriend die als een broer voelde... Want nee is prima, mag je zeggen, maar ik voel duidelijk... Een goede vriend van mij is vroeger overleden. Die heeft zelfmoord gepleegd. Oké, en als ik dan zeg van... dat was dus inderdaad zo close... dat jullie echt wel heel veel met elkaar deelden. Hè? Dus dat zou een broer kunnen zijn, als ik dat in gevoel... Ja, dat zou kunnen, want dat denk ik echt wel goed bij om. In emoties voel, dan is dat niet zomaar een vriend. Nee, oké, klopt. Nee, dus dat, maar daar kon jij ook heel veel mee delen. Jullie waren vaak samen. Hoor ik. Ja, hij geeft duidelijk aan. Redelijk vaak samen. Ja, hè, wij waren samen. Hij kon ook heel veel bij jou kwijt. Kan je er plaatsen dat hij heel veel dingen aan jou vertelde... die hij bijvoorbeeld niet aan zijn ouders vertelde of wat dan ook? Jullie deelden echt samen de dingen die veilig moesten blijven. Laat ik het zo zeggen. Nou ja, ik heb juist een beetje het gevoel dat ik tekort heb geschoten daarin. Ja, daarom komt dat hij zelfmoord gepleegd heeft en dat ik niet heb kunnen horen waar het over ging. Ja, en dat is ook hetgene wat hij dus ook waarschijnlijk laat voelen. Van laat dat alsjeblieft los, want hij is aanwezig om jou te laten zien dat dat dus helemaal niet nodig is. Jij was er altijd, dus daarom komt hij daar ook mee. Hè? Mm-hmm. Dus dat stukje moet je echt loslaten, dat heeft daar niets mee te maken. En het is gek, want het is een hele tijd geleden... maar je hebt af en toe toch wel dat je aan hem denkt. Dat hij heel sterk naar voren komt. Ja, maar dat is logisch. Dat zijn dingen die in het leven gebeuren. Die heftige dingen natuurlijk. Ja, logisch. Ja, maar heel lang geleden. Sommigen laten dat al heel snel los. Ja, het is heel lang geleden. Jij bent wel een dierbaar iemand die dat niet zomaar loslaat. Nee, want het is niet echt normaal, hoor. Of, het is normaal zoals wij dat voelen. Maar een ander zou dat bij wijze van niet voor normaal voelen. Van, oh, dat is al zo lang geleden. Ja. Snap je dat gevoel? Dat is de emotie het is een beetje en op welke manier je met iemand omgaat natuurlijk. Dat is belangrijk. En dat kan jij ook heel goed, want jij bent iemand die wel met mensen die emotionele dingen hebben, kunnen ze bij jou terecht. En dat wil hij jou vertellen. Dus dat juist zijn dingetje wel altijd bij jou verteld kan worden. Dus voel je daar alsjeblieft niet schuldig over. Nee, ga vooral ook door met wat je... Hij blijft je volgen. Ja, is goed. Je gaat straks een prachtig lied zingen over Alzheimer. Hoe is Alzheimer in Nederland bij jou terechtgekomen eigenlijk? Nou, eigenlijk vanwege mijn schoonmoeder. Die had vrij zwaar Alzheimer op een gegeven moment. En ja, dat heeft ons zo aangegrepen. En eigenlijk om ons heen ook een heleboel dingen. Mm-hmm. Dus we zijn eigenlijk een beetje gaan denken in deze trant van... ja, is er niet iets dat we daar een beetje aandacht aan kunnen schenken in een lied? Ja. Nou, er is dit eruit gekomen. Ja, het is een vrij serieus nummer natuurlijk. Ja, het gaat ook echt over een onderwerp. Maar hoe is dat voor jou om daar een mix in te hebben? Want je hebt natuurlijk ook je feestnummers. Hoe doe je dat? Ja, ik moet eerlijk bekennen... als ik gewoon eerlijk moet zijn in mijn zangcarrière... zing ik het liefst mooie ballads en dit soort nummers. Mm-hmm. Maar je publiek, je bent op het podium, kan je dit soort nummers niet maken. Nee. Dat is gewoon het probleem. Vind je dat jammer dat dat inderdaad niet kan? Erg jammer, erg jammer. Ik bedoel, ik ben juist iemand... Ik hou van de serieuze platen, het verhaaltje, mooie ballads. Vind ik heerlijk om te zingen. Ja. Maar ja, ik bedoel, je wil werken. Ja, zeker, zeker. Dus dan ga je toch de vrolijke nummers ook zo zingen. De schoorsteen moet ook roken natuurlijk. Ja, en dat probeer je dan een beetje te combineren met serieuze teksten. Of een beetje in ieder geval een verhaaltje tekst, weet je wel. Dat je in ieder geval een liedje hebt waar wel een inhoud in zit. Maar dat lukt behoorlijk, dus dat gaat goed. Toch zijn er ook wel ballads die natuurlijk wel gewoon hit worden. En die je ook in een... kroeg wel kan zingen. Maar het moet denk ik wel eerst echt een grote hit worden. Wil je dit in je repertoire kunnen opnemen in de kroeg, hè? Dat is het punt. Kijk, en dan heb je nog bepaalde ballads die een positieve lading hebben. Ja. En bepaalde ballads die een negatieve lading hebben. Ja. Dat is dit natuurlijk ook een beetje juist negatief. Hoe zeg je dat? Maar goed. Ja, ja in wel. Eigenlijk wel. Ja. Het is een verdrietig liedje waarvan je zegt van nou, dit zing ik graag mee. Lekker biertje drinken en lekker Alzheimer. En voor je het weer vergeten. Hoe zijn ze toch bij jou gekomen om dit nummer dan? Hoe is dat gekoppeld? Nou, ze zijn niet bij mij gekomen. Ik ben zelf aan de slag gegaan met het nummer. Ja. En ik ben zelf met de gedachten aan de gang gegaan. Ik ben met de tekstschrijver in conclave gekomen. En die is gaan schrijven. En we hadden eerst een nummer die gemaakt op een mannelijke zeg maar, liedje. Zeg maar. Op Alzheimer. Maar dat over een man ging die Alzheimer heeft. Ja, precies. En dat hebben we toen eigenlijk, omdat ik het natuurlijk in de familie had meegemaakt met de schoonmoeder. Hebben wij dat veranderd in een aantal textuele dingen. Ja, maar hij is zijn geworden. Het is dit eruit geworden. Persoonlijk gemaakt, dichterbij. Ja. Dat voelde beter voor jezelf. Ja, zeker. Ik bedoel, dan weet je ook, dan heb je het gevoel waar je over zingt. Ja, ja. Dat is natuurlijk heel belangrijk. Dan weet je ook waar het over gaat, weet je. Misschien heel raar, maar... ik snap wat je bedoelt. Ik heb vroeger wel eens een liedje gezongen. Mijn eerste plaatje, Mijn donkerbruine broeder. Ja. Wat ik ooit zong. Die heb jij maar niet. Dat zong ik in het begin. Dacht ik bij mij van, waar zing ik over? Ja. Maar toen ik een jaar of 2, 3 later goed de tekst begreep, dacht ik, er zit zo'n lading in. Ja. Ja, dat moet je tot je doen. Dat moet even rijpen. Ja, ja maar verandert dat inderdaad? Want als je begint als artiest wil je misschien alles zingen. Denk je, als ik maar zing, dan vind ik het wel prima. Maar verandert dat? Dus als je groter wordt, anders wordt, ouder wordt, zeg maar. Je gaat natuurlijk wel op een gegeven moment... voor jezelf een streep trekken van nou, ik wil daarover zingen of ik wil een plaatje hebben wat ik in ieder geval wat mij aanspreekt. Ja. Ja. Ik ben wel altijd de zanger geweest. Ik hou van teksten waar een verhaal in zit, waar een boodschap in zit of een verhaal in zit. Dat is bij mij altijd bijna altijd nog zo geweest. Wat waren jouw hoogtepunten? Wat waren je hoogtepunten van vorig jaar? Je wil alles weten, jij. Hè? Alles. Van vorig jaar? Ja. Vorig jaar zijn we natuurlijk... jeetje. Ik ben druk bezig geweest met platen. Ik ben met de jongens bezig geweest. Jordaan in de Polder ben je natuurlijk ook. Jordaan in de Polder zijn we geweest. Ja, ik heb Holland Zingt Hazes gedaan. Ik heb, hoe is dat Holland Zingt Hazes om te doen? Want dat blijft ook elk jaar maar gewoon een succes. Ja, dat zeg ik al. Het is alsof je een warme deken over je heen krijgt als je die zaal binnenloopt. En ieder nummer wat je inzet, dat zingt 16.000 mensen mee. Ja, ja. Het is zo mooi. Ga je het weer doen dit jaar? Ja, ik ben er weer bij. Ja, ben je er weer bij? Ja. Leuk man. Dus, ja, toch? Ja, dat is iets wat ik niet graag wil missen. Want dat vind ik echt te gek. En Jordaan in de Polder, dat komt ook weer terug. Ja. Hè, volgens mij, dit jaar. Het wel. Wat ik gehoord heb van... de organisatie? Van de organisatie. Ben je erbij? Dat het weer zo terug zou komen. Maar... Okay. En andere dingen die op stapel staan voor het nieuwe jaar? Nou, er staan nu 11 januari heb ik toevallig nog een concert met z'n drieën. Dat is Echte Vrienden concertje. Met welke twee anderen? Dat gaan we in Eindhoven doen, in de Effenaar. Met Frans Duits. En natuurlijk Holland Zingt Hazes. Er zijn natuurlijk nog wat andere dingen die gepland staan. Meer aan het einde van het jaar. Ik ga zelf waarschijnlijk begin volgend jaar... zit ik 35 jaar in het vak. 2020. Mooi jaar om je jubileum te vieren natuurlijk. Die geloven. Zo getimed, hè? Precies. Dus dan wil ik waarschijnlijk toch nog één keer een concert geven. Dus nog één keer? Ik mag toch hopen dat vaker gaat gebeuren? Ja, wel, maar ik ben niet zo... van de concert? Eén keer gewoon lekker groots uitpakken nog een keer. En waar zou je dan willen staan? In een carré? Ik heb al gestaan. Ja, maar nog een keer? Ja, misschien wel. Ja, ik ben wel een zanger. Ik hou van met publiek bezig zijn. En Carré is niet een zaal waar je de Polonaise in kan zetten. Nou, maar waar zou je dan, als je denkt 2020, jubileum, nou, Peter Beense? Ik heb 2 keer in de Heineken Musical gestaan. Oh, ja. Het is me ontzettend goed bevallen. Dat kan niet meer nu, hè? Nee, dat is... Het avonds live nu. Avonds live. Ja. Maar het blijft dezelfde plek natuurlijk. Ja. De Ziggo Dome, is dat niks? Ja, maar het is wel erg groot, hoor. Ja, denk je dat dat niet lukt? Hoor. Ja? Als je dat vol hebt, dan... ik durf het... Nou, ik durf het nu niet aan. Durf je er niet van te dromen? Nee. Nou, dromen misschien wel, maar... Je weet het niet. Zachtjes zingen is niet wat Peter Beense gaat doen. Want het is namelijk een, zoals hij zelf ook zegt, een indringende powerballade. Een ballad, dus een rustig nummer. Ben je misschien niet van hem gewend. Maar ik zou zeggen, zet toch die radio even een tandje harder. Want het is absoluut de moeite waard. Een prachtig nummer. Waarom heb je nooit gezegd? Live hier bij Flevoland. Peter Beense. Misschien komt het er vroeger, ach, het kwam er echt nooit van. We waren stoere jongens in die tijd. We zeiden dat soort dingen niet en je dacht er niet bij na. Dat later het moment komt van de spijt. En nu is het dan zover en ik besef het nu ook pas. Ik moet al laten weten dat ze alles voor me was. Waarom heb je nooit gezegd hoeveel je van haar houdt? Waarom heb je nooit gezegd wat jij echt voelt? Nu ze jou niet meer begrijpt, is het misschien te laat. En heb je spijt als hij jou straks voorgoed verlaat? Waarom heb je nooit gezegd, hé, maar ik hou van jou? Ga naar haar toe en kijk haar even heel diep aan. Als zij je ogen ziet, dan dringt het tot aan door. Dan zal het straks weer beter met je gaan. Nu zit je in de kamer waar je heel goed wordt verzorgd. Toch doet het pijn als ik jou daar zo zie. Naar woorden moet je zoeken en jouw wereldje is klein. Toch voelt het zo vertrouwd bij jou te zijn. Je pakt mijn hand en kijkt me aan. En ik zie dan je gevecht. Ineens zie ik een glimlach. En je begrijpt wat ik je zeg. Waarom heb je nooit gezegd hoeveel je van haar houdt? Waarom heb je nooit gezegd wat jij echt voelt? Nu ze jou niet meer begrijpt, is het misschien te laat? En heb je spijt als hij jou straks voorgoed verlaat? Waarom heb je nooit gezegd, hé, maar ik hou van jou? Ga naar haar toe en kijk haar even heel diep aan. Als zij ogen ziet, dan dringt het tot haar door. Dan zal het straks weer beter met je gaan. Hoeveel je van haar houdt? Waarom heb je nooit gezegd wat jij echt voelt? Nu ze jou niet meer begrijpt, is het misschien te laat. En heb je spijt als hij jou straks voorgoed verlaat? Waarom heb je nooit gezegd, hé, maar ik hou van jou? Ga naar haar toe en kijk haar even heel diep aan. Als zij je ogen ziet, dan dringt het tot haar door. Dan zal het straks weer beter met je gaan. Dan zal het straks weer beter met je gaan. Heel mooi. Top. Hartstikke goed gedaan, Peter Beense. Dankjewel. Ontzettend fijn dat je hier weer was. Okay. En wat ons betreft graag tot een andere keer in 2019 natuurlijk. Mooi. En ook Marjolein Koopma natuurlijk. Leuk dat je er weer was. Dankjewel. En gewoon een traditie, we maken volgend jaar maar weer, Marjolein. Ja, weer een date. Gezellig. Hebben we weer een date. Ja, goed, ze hebben in ieder geval één date voor volgend jaar. Ja, nou, dat had ik kunnen voorspellen.